studio van die Entrepreneur Brothers. Hier naast me staat Rick. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we gaan met deze auto doen vandaag. Ja? Van Rondje Dordrecht en Rotterdam en dan gaan we naar Banenveld en dan, ja, dan gaan we zien hoe ver de dag is. Oh, mooi, mooi. En van welke firma ben jij? We zijn niet van de firma Tholu, Greiff Tholu, Thomassen, ja, Greiff Tholu. Oké, mooi. Nou, daar gaan we er een goed ritje van maken, toch? Laten we maar gaan doen. Zo, autootje weer leeg, zeiltjes dicht, gaan we in Ede kijken, 192 vaatjes gelost hier, dus zit er ook weer zat, kunnen ze weer even tekeer. Gaan wij eens even in Ede kijken. Zo, zijn we weer in Ede. Hebben we even de bakjes weer gewisseld. Een oplettende die kan het zien. De vorige er stonden allemaal IBC's op. En hier staan vaten op. Nu gaan we ook met 2 bakken vaten gaan we naar Soest. Hier hebben ze net afgezet. Deze opgezet. Even gerangeerd zodat niet alle bakken hier over de plein heen staan. En dan gaan we deze even in Soest brengen. En dan weer terug naar Ede. En dan is het ook wel eens een beetje einde dag, denk ik. Zo, zijn we in Soest. En achterin hebben we een vrachtje vaat staan. Dan kunnen we even met de hand sjouwen. Kooitje. En dan hebben we eentje leeg. Maken we deze even leeg ook. Ook allemaal eens met de hand. En dan kunnen we weer op Ede aan. Dat gaan we doen. Zo, dat was weer totaal Jenke. Bakjes weer leeg. Soest is klaar. Dan gaan we naar huis toe. Laaien. Morgen weer een dag. Zo, was hem. Soest gelost. Gaan we hier op de zaken volgooien vanmorgen. En dan gaan we morgen naar België. Zo, de auto weer vol, 52 IBC'tjes. Kunnen we morgen mee naar België. Ja, dat gaan we morgen doen. Hier zie je een beetje voorraad van ons. Eigenlijk staan hier de vaten. Die halen wij op bij de bedrijven die ze maken. En dan slaan we ze hier op en dan per klant wordt uitgevent. Je kunt ze op pallet krijgen, je kunt ze los gestapeld krijgen. Van groot tot klein, kunststof, staal, alles staat er. Hier achter deze muur staan de IBC's. Staan klaar om gelaaid te worden, om maar even zo te zeggen. Daar hebben we ook de lopende band, waar ze nieuw van afkomen. Dus iedereen die hier komt, die kan zijn vrachtstaat klaar. Krijgt een papiertje mee. Daar plakken we een sticker op. Met het juiste nummer, dat het nummer klopt, dat je de juiste spullen laait. En dan kan het gaan en dan ja, komt het vanzelf bij de klant, daar gaan we vanuit. Nou, we zijn even een kluis omgelopen. Hier staan we tussen de IBC's. Ja, vrachten soorten hebben we hier. Hier hebben we bijvoorbeeld de low pallets. Daar hebben we de combi pallets, plastic pallets, houten pallets, food gerelateerd, chemie, UN gekeurd. Alles hebben we hier eigenlijk. Hier slaan we het op als we het niet gelijk weg hoeven te laaien. Dus dan komt het hier aan staan. En als zodra we het weg moeten laaien, dan pakken die jongens met de heftruck hier alles weg. Die zetten klaar voor de chauffeur. En dan kunnen wij het laaien en weer wegbrengen. Hier hebben we de lopende band. Hierachter worden alle IBC's die worden nieuw gemaakt hier. Dus hier kun je net, ja, zoals je ziet, rechts staan de hout- of de kunstpellets en hier staan de combi pellets. Binnen elke 2 minuten komt er een IBC van de band af hier. Dan komen ze 3 hoog worden ze aangeleverd en dan komt er een heftruckchauffeur, die rijdt alles af. Of ze zetten het gelijk klaar als vracht, of ze zetten het zo neer. Dat als het zodra het nodig is, dat ze het weg kunnen pakken. Hierachter, achter die deurtjes, ja, daar gebeurt eigenlijk allemaal. Hier zien we er niet zoveel van. Hier komen ze alleen op de lopende band aan. Die worden dan aangevoerd elke keer weer en dan komt vanzelf de heftruckchauffeur. Die rijdt zo de banden leeg. En dan kunnen wij ze weer laaien als ze klaar zijn gezet.